Funnels zijn uit en customer value mapping is in. Onlangs was ik in Amerika en daar werd dit verteld. En ik ben het daar helemaal mee eens. Want bij funnels focus je heel erg op het binnenhalen van klanten. En dan stopt het. Terwijl daar stopt het juist niet, want 25-50% van je klanten koopt weer opnieuw. Dus wanneer je customer value mapping gaat doen, ga je focussen op hoe haal ik die klant binnen? Met welke waarde kan ik die klant aantrekken? Maar hoe kan ik die klant tijdens het hele proces daarna nog waarde blijven geven, zodat die klant opnieuw klant wordt? En eigenlijk, als je mijn mening vraagt, vind ik dat customer value mapping ook nog niet de kern raakt. Voor mij is het customer value en personal mapping. Want persoonlijkheid wordt steeds belangrijker. Dus kijk ook in je business waar kun je persoonlijkheid toevoegen. Die personal touch, want dat maakt dat klanten eerder klant bij jou worden en blijven.